We vervolgen onze weg naar Rushton. Stel je voor, het is 1593. Je bent een Rooms-Katholiek Engelse edelman met een paar duizend pond en je hebt 15 jaar gevangen gezeten omdat je katholiek bent. Je bent net vrijgelaten en je komt niet aan de slag. Toegegeven, je bent een beetje maf. Wat doe je? Je bouwt een monument voor de heilige drie-eenheid, boordevol met verborgen items, met een numerieke betekenis, grotendeels gebaseerd op het getal 3. Dat is nogal voor de hand liggend, nietwaar? Tresham hing het Rooms-Katholieke geloof aan en werd in 1578 gevangen genomen, omdat hij weigerde protestants te worden. Toen hij in 1593 na 15 jaar vrij kwam, ontwierp hij de lodge als een protest tegen de heersende kerkelijke macht. Zijn geloof in de heilige drie-eenheid komt vooral in de lodge terug. Het heeft 3 wanden, elk met 3 driehoekige ramen met daarboven 3 waterspuurs. Het gebouw heeft 3 verdiepingen en een driehoekige schoorsteen. Drie Latijnse teksten op de gevels, elk 33 letters lang, lopen rond het gebouw op elke gevel. De ramen op elke verdieping zijn alle verschillend en even sierlijk. De kelderramen zijn kleine klaverbladen met een driehoekige ruit in hun hart. De ramen op de begane grond hebben een ruitdesign, elk met 12 kleine ronde openingen rondom een centrale kruisvormige gleuf. Deze vensters worden omringd door wapenschilden van verschillende families. De grootste ramen, die van de eerste verdieping, hebben de vorm van een klaverblad. Dit was het embleem van de Tresham family. De iets verhoogde begane grond heeft een entree in de zuidoostgevel. Boven de deur is de Latijnse inscriptie Tres Testimonium Dant, wat betekent de nummer 3 geduid. Of Tresham getuigd. Tres was het koosnaampje voor zijn vrouw dat Tresham gebruikte in zijn brieven. De belangrijkste kamer op elke verdieping is zeshoekig, waardoor de overige ruimtes driehoekig zijn. Eén van deze ruimten bevat een wenteltrap, de overige 2 zijn kleine kamers. Geleerden hebben lang gediscussieerd over het feit of dit alles niet wiskundige mumbo-jumbo was en een handige dekmantel voor de fascinatie van Tresham met zwarte magie. Er zijn geen concrete aanwijzingen hiervoor, maar de reputatie van Tresham leeft echter voort. Hoe de protestantse autoriteiten dit protest gemist hebben, is mij een raadsel. Ik heb nog nooit een gebouw zo demonstratief incognito gezien.